Ik geloof niet dat jij deze video sneller kan liken dan dat ik precies 24 Robux uitgeef. Dat is het raarste bedrag wat ik ooit heb uitgegeven in Robux. En de like challenge begint nu. Ik ben 100% sneller, want ik doe het in 3, 2, 1, bye now. Welkom bij Weapon Factory Tycoon. Ben ik zojuist opgelicht? Ik ben zojuist opgelicht. Ik heb 24... Oké, welkom in ieder geval. Leuk dat je kijkt. We kunnen hier weer iets kopen van Robux. En dat is de laatste keer dat ik het ga proberen. Als het dan weer niet lukt, dan weet ik dat deze game leuk kan zijn. Maar niet om Robux uit te geven. Tweede like challenge. Als je al hebt geliked, dan hoef je het niet meer te doen. Maar heb je het nog niet voor elkaar gekregen te liken, is dit je laatste kans. 3, 2, 1, go. Ik ben sneller. Bye now. Oké. We hebben weer wat geleerd. Dit is een game waarbij wij moeten proberen om wapens te maken die gebruikt kunnen worden in Roblox. En er zijn een aantal dingen die je hier kunt aanschaffen in ruil voor Robux. En dat heb ik net gedaan. 24 Robux voor een zogenaamde autocollect. Wat in zou houden dat het geld in het spel zichzelf automatisch zou moeten verzamelen. Is niet gelukt. Vervolgens heb ik 44 of 48 Robux uitgegeven voor een zogenaamde pistoolproductie in dit spel. Niet gekregen. Dus nu ben ik benieuwd, als ik iets wil kopen van gewoon de centjes die ik heb verdiend, ja, dan kan het wel. Oké, dan kan het wel. Dit is op geen enkele manier fijn. Oké, wat kunnen we nog meer kopen? We kunnen ammunitie kopen. Super nice. We kunnen... Ik weet niet wat het is, maar het ziet er cool uit. En deze kunnen we nog niet kopen. Dames en heren, jongens en meisjes. In deze tycoon is het aan ons de missie. Dat wij alle gear, alle wapens en alle gadgets maken. Jongens, ik ben geen wapen of gadget. Hoe zou ik heten in Roblox als ik een wapen zou zijn? Als ik als meloenman met lizard gezicht en hamburgerbroek een wapen zou zijn in Roblox. Wat zou mijn naam dan zijn als wapen zijnde? Ik heb geen idee. Ja, ik wou een voorbeeld geven. Misschien de scherpe hanenkam. Als in scherp, dat het kan snijden. I don't know. In ieder geval, wij moeten proberen hier een top tycoon van te maken. En we gaan ons best doen. We kunnen 200 miljoen kopen. 200 miljoen? Serieus? Dat is het meest random bedrag ever. Waarom zou dat kunnen? We kunnen 150.000 kopen. Dat is op zich nog een redelijk normaal bedrag. Laten wij eerst de dingen kopen die ons geld opleveren. Voordat we gaan investeren in dingen die er mooi uitzien. Dit is iets waarin we hebben geïnvesteerd bij deze. Dit zijn allemaal verschillende soorten apparaten die de wapens die wij produceren sterker, krachtiger en onverslaanbaarder maken. Super chill. Kunnen wij aan deze kant ook nog dingen maken? Ja, we kunnen hier voor 8 miljoen kunnen wij een portaal maken naar een andere dimensie. Waar wij het op kunnen nemen tegen een eindbaas. Voor 12 miljoen kunnen wij de portal maken naar een dimensie waar wij mee naar de ruimte gaan. Oké. Dit is random. Dit is heel random. En voor 25.000 kunnen wij onze fabriek uitbreiden. Dat hebben we nu gedaan en daarmee kunnen wij ook de lopende band uitbreiden. En daarmee kunnen wij dus ook een grotere productie starten. En dat is gewoon heel erg handig. Er staat, is het te duur? Koop dan de main base om sneller geld te verdienen. Nee, ik heb al 2 keer iets gekocht wat ik niet heb gekregen. Ik vertrouw het niet meer. Nee, ik vertrouw het serieus niet meer. We kunnen wel VIP kopen en dat kost in totaal 350 Robux. En we kunnen zelfs admin commands kopen. Wacht, wat? Admin commands voor 89 Robux? Oké, wacht even. Laat me niet lachen. Admin commands zijn altijd de duurste dingen die je in een game kunt kopen. Admin commands houdt namelijk in dat je dezelfde rechten in een spel hebt als de maker van dat spel. En je kunt mensen in de gevangenis stoppen. Je kunt mensen veranderen in goud. Je kunt ze bannen uit het spel. Dit is een grote fout. By now? Oké, als het goed is kan ik nu dus met... Ik weet niet of het kan, maar we gaan het proberen. Ik kan niet chatten. Ik heb dit zojuist gekocht en ik kan niet chatten. Oké, maar ik heb wel admin commands staan. Dus als jullie ooit willen dat ik in dit spel admin commands ga uitproberen. Waarmee ik dan, als het goed is, letterlijk mensen in de gevangenis kan zetten, et cetera. Doe dan een like. Ik zou het leuk vinden. Oké, we hebben 117.000. En ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat we daar het beste mee kunnen kopen. We kunnen hier weer een ammunitie upgrader kopen. Waarom is alles in dit spel zo ongelooflijk duur? En wat is de main base eigenlijk? Er werd net gesproken over de main base en dat een... Wat is dit? Ik word aangevallen! Wat? Dit is zo random! Ik ben letterlijk aangekomen in een veld
met mensen die mij aanvallen. Wat hebben jullie ooit aangedaan? Come on, man. Oh, we kunnen trouwens wel een zogenaamde real gun kopen. En we kunnen zelfs iets kopen waarmee we 2 keer zoveel geld krijgen wanneer we iemand inmaken. Alleen de issue is, ik heb letterlijk niks om iemand mee in te maken. Dus, het is letterlijk alsof je mij in een snoepwinkel achterlaat en ik sta bij de kassa en ik heb geen geld. Dat is vrij herkenbaar op zich, maar wat gebeurt er? Jongens, we gaan een ander spel spelen. Oh nee! Al mijn katten zijn ontvoerd. Dat is vreselijk. Hoe kan ik je helpen? Probeer deze obby te halen. Alle katten zijn verstopt aan het einde. Oké, dus als ik het goed begrijp, is er een meisje waarvan alle katten zijn gestolen. En de enige manier hoe wij ervoor kunnen zorgen dat zij haar katten weer terug... Waarom staat daar een megahond? Oké, goed. De enige manier waarop zij haar katten weer terug kan krijgen is als wij deze obby halen. Dit is legit een van de meest random dingen die ik ooit in Roblox ben tegengekomen. Welkom in mijn wereld. Oké, wat heeft ze te zeggen? Ze zegt, goed zo, je bent er best wel snel uitgekomen. Waarop ik zeg, ja. Nu moet je de hondencave in. Oh, nee. Oh, waarom heb ik het idee... Jongens. Oké, wacht, wat gebeurde er? Ik zie letterlijk een van de katten in deze kooi zitten. Ik weet alleen niet hoe ik hem kan helpen. Of hoe ik haar kan helpen. Hoe ik de kat kan helpen. Oké, laten we eerst überhaupt proberen dit een beetje te vermijden. En ik denk dat we deze botten niet mogen... Oh, jongens! Oh, nee! Ah! Roblox, die duwt mij automatisch naar voren. Dat is echt super lastig. Ze zegt, deze trappen leiden jou naar de slaapkamer van de opperhond. De slaapkamer van de... opperhond? Oké. Oh nee, ik ben echt serieus best wel bang. Er is hier een to-do-list. En dit is dus een te-doen-lijstje wat de koning van de honden heeft gemaakt. En bovenaan staat letterlijk dat hij de katten wilt ontvoeren. Dus ik denk dat we nu ook kunnen concluderen dat hij de reden is dat dit allemaal is gebeurd. Alleen de grote vraag is, waar moeten we naartoe? Want ik zie hier niet echt een mogelijkheid om verder te komen. Wacht, kunnen we hier achter? Oké, wacht even, wat? Schijnbaar zat er gewoon letterlijk een geheime portal in de slaapkamer van de opperhond. Super chill. En ik laat de juiste keuze weer voor het laatst. Ik bedoel, how obvious. Let's go. Nice, oké. De tweede keuze ging in ieder geval wel in 1 keer goed. Waarom zou een hond katten ontvoeren in Roblox? Geef mij 1 reden. Niet 2, niet 3. Maar gewoon 1. Ik bedoel, waarom? Laat in de comments weten wat jullie denken dat de reden is. Weet je, misschien is de hond jaloers op de aandacht die de katjes krijgen. Dat... Ga je me nou serieus vertellen dat we zijn opgegeten door een hond? Er zijn een aantal dingen waarvan ik hoopte dat ze vandaag zouden gebeuren. Dat Soraya mij niet op de bank laat slapen wanneer ik zeg dat de unicorn niet lekker ruikt. Oké, sorry, dat zijn persoonlijke issues. Maar niet dat ik opgegeten zou worden door een hond. Oh, nee. Oké, ze zegt, we zijn opgegeten. Waarop ik antwoord, Dat is op zich wel wat ik in het echt zou antwoorden. Ze zegt, ik weet het. Oké, waarom heeft deze hond zo'n slechte eetgewoonte? Ik bedoel, je eet geen Dutch tubers. Tenzij er mayonaise is. Dan snap ik best wel dat je een hapje van me wil opnemen. Maar anders niet. Anders niet. Oh jongens, we zijn er bijna uit. Dat doe ik even opnieuw. Oh jongens, we zijn er bijna uit. Let's get it. Zijn dit poepjes? Ik weet eerlijk gezegd niet of dit poepjes moeten voorstellen of... Are you serious right now? Waarom moet het laatste gedeelte van een obby altijd zo lastig zijn? Waarom kunnen we het niet gewoon leuk en spils voor iedereen houden? Oh wacht, misschien ga ik het wel halen. Misschien haal ik het wel in 1 keer proberen. Yes! De katten zijn vrij! Waarop het meisje zegt... Goed zo, je hebt de katten gered. Waarop de jongen zegt... Dank je wel voor het redden van de katten van de duistere hond. Er staat hier trouwens... De hond die verstopte de katten achter hem. Dus je hebt ze gered. Oh, nou... Ik ben blij... Heel blij. We hebben de kat. Oké, weet je, ik wil dat we leuke namen voor de katten bedenken. Ik vind dat ze dat wel verdienen. Ik noem jou Vanille Muffin. Ik noem jou Oreo Cream. Ik noem jou Ontbijtgranen. Ik noem jou Tom Poes. Dat is op zich wel grappig. Dat is een kat, weet je wel. Tom Poes. Tom de Poes. Tom Poes. Ik noem jou Cinnamon Roll. Oké, sorry, ik heb me niet ontbeten. Ik heb trek.
Mag ik, kijkers, alsjeblieft? Oké, okay, noem jou Marshmallow. Noem jou Marshmallow 2. Ik noem jou... Sorry, ik ga ontbijten. Ik heb trek, oké? Okay? Ik zie katten en ik denk aan eten. Sorry. Dat is misschien niet professioneel. Wat vind jij, Brownie? Ah, dat bedoel ik. Oké, bedankt voor het kijken. Abonneren kan ik hier beneden. En als je een baas bent, dan like je. Als je geen baas bent, like je ook. Want like is gewoon cool. Toch? Ik ga jou geen eten aangeven, oké? Okay? Dat zou niet eerlijk zijn, chocolate chip cookie. Adios.